Leanne de Graaf, vrijdag zijn jullie bij de voorzieningenrechter geweest. Die heeft een uitspraak gedaan. En inmiddels hebben jullie, laten we het maar zeggen, nieuwe buren. Nou, dat verwonderen wij ons ook over. Het blijkt namelijk dat er voor de huisvesting nu een omgevingsvergunning voor brandveiligheid aanwezig moet zijn. Die omgevingsvergunning die ontbreekt totaal. Dus wat dan gaat, meneer Daniels die treedt nu eigenlijk wel de wet met de voeten. Want alles moet voor elkaar zijn voordat hier mensen gehuisvest mogen worden. En dat is nu dus niet het geval. Volgens jullie wonen de mensen daar nu illegaal? Daar komt het in principe op neer. Laten we het zo voor het gemak zeggen. Als wij in de auto stappen zonder rijbewijs, krijgen we een boete. Hier wordt zonder rijbewijs in de auto gestapt. En dan is het logisch wat je daarvan moet denken. De burgemeester heeft vrijdag ook iets over de situatie hier gezegd. Dat heeft ook een beetje kwaad bloed gezet. Kun je daar nog even op reageren? Ja, en eigenlijk verwondert het ons, want de heer De Jong heeft juridische achtergrond. Die zou moeten weten dat dit een voorzieningenrechterprocedure was. Hij spreekt over de rechter heeft groen licht gegeven, maar zo ligt het niet. Dit is een eerste stap in een bezwarenprocedure. Er zijn 308 bezwaarschriften ingediend. Daar is een procedure voor en er moet een hoorzitting over plaatsvinden. Een onafhankelijke commissie moet hierover oordelen en dat voorleggen aan het college. Uit de beweringen van de burgemeester mogen we nu opmaken, hoera, we zijn binnen, het mag en we gaan door. Daarmee gaat hij toch wel voorbij aan de rechten van de burgers uit deze wijk. En dat zijn de voldoende die hun stem hebben laten horen. En we zijn het met meneer eens. Die mensen hebben ook recht op een huis en op een slaapplek. Maar wat gaat er dan gebeuren met de rechten van die bewoners die nu met de voeten getreden worden? Is er nog een eerlijk hoorzitting mogelijk? Is er nog een eerlijke procedure na zo'n uitspraken mogelijk? Daar stel ik echt mijn vraagtekens bij. Nou, het gaat hier niet om de Polen. Het gaat hier om een concentratie van mensen. Het gaat hier om het beleid van de gemeente. Wij krijgen heel sterk de indruk, en met mij alle ondernemers uit deze zone, dat wij als bedrijvenzone niet meer serieus genomen worden. En nu lijkt het erop dat met alle regels die hier genomen worden, alle maatregelen die genomen worden met betrekking tot de weg, met betrekking tot deze huisvesting, wij worden als bedrijventrein niet meer serieus genomen. We krijgen sterker nog, we krijgen het gevoel dat we als bedrijventrein van de kaart geveegd worden. Daarom ook steeds dat die term overgangsgebied die men probeert te hanteren en waar men zo nadrukkelijk op vecht. We zijn een bedrijventerrein. En het verwondert ons als ondernemers dat wij als ondernemer in deze niet meer meetellen. Het gaat verder dan een bezwaar tegen Polen. Nee, het gaat om gemeentebeleid en het gaat om de achterliggende motivaties die niet kloppen en waar wij echt zorgen om hebben. Wat is de volgende stap? We wachten natuurlijk deze bezwarenprocedure af. Alleen na de uitspraken van onze burgemeester afgelopen vrijdag moeten we dit toch opnieuw gaan bekijken. Want is er nu nog een eerlijke rechtsgang mogelijk na deze uitspraak?